Het goudbedrijf Nieuwmond Suriname zal een multifunctioneel politiebureau schenken aan de gemeenschap van Marowijnen. Het betreft een bureau waarin meerdere diensten kunnen worden gehuisvest. Op die manier geeft het bedrijf invulling aan haar sociale verantwoordelijkheden en laat een deel van de winsten terugvloeien naar de gemeenschap. De minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi, heeft de vorige week een commissie geïnstalleerd om de bouw van dit bureau te Snesi-Kondre te coördineren. Minister Amoksi hoopt dat dit bureau een wezenlijke bijdrage zal leveren aan het veiligheidsgevoel van de bewoners te Snesi-Kondre en omgeving. De voorzitter van de commissie, Paul van Dun, zegt dat met dit project de bereikbaarheid van de verschillende diensten wordt vergroot. De bouw van het politiebureau zal volledig door Nieuwmond worden gefinancierd.